Ja, wij zijn Bouwclub Base Syndicate. En we zijn een wagen aan het bouwen om te rijden optocht Stand About en nog een aantal andere optochten. Boetseren doen we op 1 à 2 avonden voor zo'n pop. Nou, de lichtslijn schroeven we zeker met de hand er allemaal op. Maar niet de gehele wagen bouwen we met de hand. Nee. Kijk, Jacques, dat is iets nieuws. Nou. Wil de echte wagenbouwer opstaan? In Bergen-op-Zoom houden ze vast aan het echte handwerk. Bij BC de Kids in Standaard Buiten is het een beetje van jezelf en een beetje van Marktplaats. We bestaan ondertussen al 14 jaar uit mijn hoofd, even snel gezegd. We hebben al menig wagens gekocht en verkocht. Hoeveel durf ik even echt niet te zeggen. Dat zijn er een heel aantal. Ja, ja. Terwijl ze in Bergen pop voor pop aan het maken zijn voor de komende optocht, kijken ze in Standaard Buiten via Marktplaats al naar volgend jaar. Heb je al iets gezien? Wij hebben wel wat dingetjes op het oog, ja. Vertel eens even. Ja, dat zouden we willen weten natuurlijk. Ja. Ik reageer eens even op kritiek die ik een beetje in carnavalsland hoor. Dat zijn geen echte bouwers. Nee, klopt. Maar ja, als je alles zelf moet bouwen en ook zo moet verlichten zoals wij doen, dan kan je Standaard Buiten niet meer rijden. Ja, en om uiteindelijk al die lichtslangen op te schroeven, dat is het heel veel werk in. En ook de motoren om alle poppen te laten draaien en dat soort dingetjes. Door deze werkwijze is er een markt ontstaan voor de handel in carnavalswagens. Ook de wagen van BC de Kids staat nu al, onder voorwaarden, te koop op internet. Na carnaval is je opbouwbaar. Dan hoef je niet meer te rijden. Dus hoe zo naar carnaval mogen we komen halen? Hij staat op Marktplaats voor alleen de hoofdwagen dan voor 4900 euro. Daar valt iets over te praten, maar de wagen is het zeker waard. Ja. Hij wordt niet verkocht. Wat dan? Dan hebben we een probleem. Dan heb je wagen nog een jaar staan. We zullen moeten kijken aan de hand van sponsors en dergelijke en een eigen inleg. Om te kijken of we überhaupt iets kunnen het jaar daarna. Zelf bouwen of kopen en opknappen. Wie is het allerslimst?